Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen. En dan word je groter en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes, speciaal voor volwassenen. Vanavond live vanuit Roest Comedy Club in Gent. En ik heb hier naast mij Steven de Grijze, improvisator-comedian. En we hebben een titel gekregen, Steven. Er was eens een West-Vlaamse ontgoochelde goochelaar die graag Belgium's Got Talent wou winnen. Goed? Goed. Er was eens een West-Vlaamse ontgoochelde goochelaar die graag Belgium's Got Talent wou winnen. Hans was al sinds zijn jeugd geobsedeerd door magic. Dingen laten verdwijnen, dingen laten tevoorschijn komen. Hij vond dat de max. Alleen was Hans een beetje onhandig. Niet echt de slimste. Dat was een West-Vlaming. En telkens als hij moest zeggen wat zijn droom was, als mensen hem vroegen, en Hanske, wat wilde jij later worden, moest hij zeggen, hochelaar, hochelaar. En iedereen begon hem uit te lachen. En zo werd Hans een onthoogelde goochelaar. Omdat niemand Hans, die eigenlijk Gans heet, is waar. En zo werd Hans stond Hans bekend als de onthoogelde goochelaar. En Hans stond op het punt eigenlijk om er allemaal maar een beetje mee te stoppen. Hij had er genoeg van. Het is ook heel moeilijk om een varken uit een hoed te toveren. Hij had het daar lastig mee. En op een vrijdagavond zat hij, een beetje zielig, alleen, thuis, voor de televisie. Toen opeens de wonderlijke stem van Koen Wouters verscheen. En Koen Wouters zei van, hey, binnenkort beginnen we aan de nieuwe Belgians Got Talent. Hey, zei Hans, wauw, Belgians Got Talent. Ik ben redelijk hot, dacht Hans. Oh, godverdomme. Ik schrijf mij in. En zo gebeurde het dat Hans op een zaterdagochtend om 7:00 in de voorrondes in de Capitool zat, klaar om zijn grote act te brengen. Tevoorschijn te toveren. Hij ging namelijk uit een gewone hoge hoed een gans toveren. Een Hanse Hans. Ging Hans uit Hans in de trek. En Hans zat te wachten samen met wat andere kandidaten. Hij kreeg een nummertje opgespeld, 385. Hij was de allerlaatste die die dag aan bod ging komen. Ja. Dus heel de dag zat Hans te wachten en te wachten en te wachten. En hoe langer hij moest wachten, hoe meer hij onthoogeld geraakt. Ja, het bleef maar duren. En opeens 385! Hans zei, dat is ek, dat is ek. Ik ga mijn grief pakken en ik zei, ik ga dat toch gaan zien. Nee, wacht, ik zei dat. Hè. En Hans stormde het podium op, helemaal uitgedost. En er gebeurde helemaal niks. Hij besefte toen ook van, ik ben niet vergeten. De Hans. Ik ben mijn Hanse Hans vergeten op mijn erf in Roeselare. Godverdomme, hoe is dat nu toch mogelijk, Hans, dat je Hans en Hans vergeten bent? Hij besefte toen, ik sta hier op het podium met een lege hoed. Ja. Een lege hoed. Het was ook een hele lege hoed. En de jury vroeg hem, welkom Hans, wat ga je doen? En Hans zei, hoogelen. Ik ga hoogelen. En de jury begon te lachen. De zaal begon te lachen. En Hans was nog niet begonnen of 1500 mensen waren hem aan het uitlachen. Ja, maar met elke zin dat Hans zei, lachten de mensen meer en meer. En hij dacht, maar ik ben mijn Hans vergeten. Misschien kan ik gewoon dit blijven doen. Ja, misschien kan ik een liedje zingen van Lady Ha. Ja. Dus Hans nam de micro, nam diep adem, opende zijn strot en er kwam een verschrikkelijk gejank uit. Een...
Een kreet van pijn die hij al die jaren had meegedragen. Al die jaren dat hij uitgelachen werd, kwam er nu uit in een brul van bevrijding. Van inwendige ha. Een en Hans voelde hem bevrijd. Hij voelde iets in hem. En toen de lucht er terug uitkwam, bleek het een engelengeluid te zijn. Hans had zich vergist in zijn jeugd. Hij had niet moeten hoogelen. Hij had moeten zingen. Zingen was eigenlijk zijn ding. En misschien nu dat hem toch kon goochelen, kon hem zingen en goochelen wel combineren. Ja, zo begon hij te zingen en hij toverde echt met de noten. Hij toverde met de noten. Er kwamen noten uit zijn hoed. Noten die hij er niet had ingestoken. Die er nu vanzelf uitkwamen. Hans wist zelf niet wat er gebeurde, maar hij deed verder. En het publiek werd wilder en wilder. Hij begon te roepen en te klappen. En Hans voelde hem helemaal het mannetje. En terwijl Hans zo aan het genieten was, hij had nog nooit zo hun noten, kreeg hij tijdens de staande ovatie en de golden buzzer een orgasme. Ah, Hans zijn broek vol. Met verheid. Ook een broek die hij had aangedaan waar hij eigenlijk niks in zat, zat nu. Maar er zaten wel noten in. Dus ja. Hans bleek te kunnen goochelen met alles in zijn lijf. En werd het grootste succes van dat seizoen van Belgium's Got Talent. Hij ging door naar de finale. En in de finale, desondanks dat hij zijn gans weer vergeten was, kwam er toch een Hans uit zijn hoed. Zo goed kon hij zingen. Hij zong een Hans bijeen. En hij werd de bekendste goochelaar van de hele wereld. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat zelfs als je uit West-Vlaanderen komt en je gewoon bent dat iedereen je uitlacht, misschien is er wel een talent dat je ergens verstopt hebt en op een dag eruit kunt laten komen. En als dat gebeurt, heeft West-Vlaanderen geen grenzen meer. Slaap lekker. Dames en heren, Steven de Grijze.